Dinsdag 25 oktober, als ik het goed heb. Gisteren zijn we even naar de Loods 5 geweest. Daar heb ik wat korte clips van om even wat inspiratie op te doen. En het blijkt dat qua inrichting en zo het voor Eddie en mij best wel makkelijk is. We zitten best wel op dezelfde lijn altijd, met dit huis ook. En ik wil het nu totaal anders doen, want ik wil echt van het zwarte af. We hebben zoveel zwart in huis. En ik wil juist meer tijdloze items halen, want ik ben super trendgevoelig, yes. Maar ik wil daarom wat spullen halen die gewoon mooi zijn en wat langer meegaan. En we hebben gisteren eindelijk, finally, akkoord gekregen op dat de woning helemaal rond is. Of de hypotheek voor het volgende huis. Het was nogal een bumpy road, of ride. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar anyway, het is rond, het is klaar. Dus stress is gewoon van ons af nu. Dus nu kunnen we gewoon lekker gaan genieten. En ik was van de week gebeld door de kraamhulp of we alles al hadden. Ik had letterlijk niks. Dus ik heb een kraampakket gehaald die ik zo met jullie even ga uitpakken. En ik ga met Judah zo even naar de winkels. Want ik heb echt zwangerschapskleren nodig. Ik wil het echt niet kopen. Ik ben het al zo lang aan het uitstellen. Want op zich, deze legging is best leuk. Maar met mijn nieuwe aandoening heb ik gewoon iedere keer een super dikke doos bij van die leggings. Dus nu moet ik het steeds zo'n beetje coveren voor mijn camel toe. Maar ik ga even op zoek naar een goede broek, want it isn't it anymore. Mag ik zien wat erin zit? Ja, kom maar kijken. Ik moet zeggen dat in 4 jaar tijd... Er is ook wel veel veranderd, maar ik weet het ook allemaal gewoon niet meer. Ik ben zoveel kwijt met dingen die ik moet regelen. En ik merk ook dat ik lakser ben deze zwangerschap. Oeh, ja. Weet je waarvoor dit is, jongen? Dit is als de baby wordt geboren. Is voor mama allemaal. Dus ik heb kraamonderbroeken. Dit is een navelklem, maar ik heb een navelkoord besteld, want dat is beter of iets fijner voor je kindje. Dus deze ga ik niet gebruiken. Tape, kraamverband, helemaal vergeten. Watjes, wondgaas, onderleggers, alcohol, handschoenen, handalcohol, handzeep, compressen, matten voor een bed, inlegverbanden en matrasbeschermers. En ik denk dat ik dit in een andere video, ik denk meer richting wanneer ik ga bevallen, het er nog heel uitgebreid over ga hebben. Ondanks dat ik best wel spiritueel ben en heel erg geloof in natural en self-healing en moeder natuur, alles gebeurt zoals het is, heb ik wel besloten dat ik graag in het ziekenhuis wil bevallen. De reden daarvoor is omdat ik dat vorige keer zo fijn vond, eigenlijk, om niet thuis te bevallen. Ook gewoon in verband met troep en dat je even, ja, gewoon echt ergens naartoe gaat om je kind te krijgen of zo. Ook omdat ze daar alle middelen hebben. Je weet ook maar nooit hoe het gaat. Het is niet de bedoeling dat ik ga doen denken. Maar ik vind het gewoon fijn dat daar alles is. Tegenwoordig hebben ze in ons ziekenhuis ook een hele mooie kraamafdeling. Ook met badbevallingen en zo. En ik dacht altijd dat ik dat wilde. Maar sinds mijn vorige bevalling hoef ik dat
Echt niet. En ik vind het super mooi, alle mensen die dat wel doen en die het zelf aannemen. En ik vind dat heel mooi om te zien, maar ik hoef dat gewoon niet. Ik hoef niet in een bad te zitten met mijn eigen poep en bloed en hoe mooi een bevalling ook is. Nee, ik ga ook gewoon lekker op mijn rug bevallen. Ik weet dat het ook dat er heel veel meningen over zijn, maar ik vond het gewoon het fijnst om liggend mijn kind aan te pakken en dat ik gewoon kon blijven liggen. Misschien gaat het nu anders, ik weet niet. Ik weet in ieder geval dat de vorige keer heb ik van alles geprobeerd. Ik vond niks pijn, behalve gewoon op mijn rug liggen. En gewoon rustig mijn kind aanpakken, blijven liggen het aankomende anderhalf uur. En daarna gewoon rustig opstaan. Dus vandaar, dat wil ik even uitgesproken hebben. Ik ben wel van plan om borstvoeding te geven. Ik moet alleen even kijken of dat gaat lukken, omdat ik één borst heb waarbij er kapotte klieren zitten. Heb ik best wel vaak een ontsteking aangehad de afgelopen jaren. En daardoor is het nog niet zeker of het gaat lukken. Met in ieder geval deze borst. Ik heb altijd die andere nog. Maar dat gaan we allemaal nog even kijken met de lactatiekundige. Maar vandaar, kraampakket. Ik ga niet thuis bevallen, hoop ik. Je ziet al die video's van mensen die in auto's en in de gang bevallen. En die video van Shanna Koerten en zo. Heel mooi, maar ik vind het gewoon eng. Dus nee, ik ga gewoon lekker hier. Gewoon in het ziekenhuis bevallen. En Juna wordt een grote goede broer. Ah, ik ben zo lief voor de baby. Ik ben zo verwend voor de baby. Jij bent hartstikke verwend, maar jij bent ook zo lief voor de baby. Hij heeft nu een pop waar hij de hele dag lekker mee aan het spelen is. Ik moet dit niet de naam zeggen. En de pop doet, Juda doet de pop lekker in het bedje. En je doet de pop wassen en de pop eten geven aan onze baby. Je wordt zo'n goede groet. En even een verhaaltje lezen in de bed. Verhaaltjes voorlezen. Ja, maar ga je nu met mij mee even naar de winkel? Gaan we even nieuwe broeken halen? Nog niet. En stickers? Nog niet. Nee, tuurlijk niet. Nog niet. Maar we moeten wel gaan, vriend. Nog niet. Alright. Kijk eens, Lika. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. IJsje. IJsje. Ik ga stiekem voor jou de IJsje bestellen. Goedemorgen, het is vandaag donderdagochtend. Het is voor mij doen echt super vroeg. Ik zie er best wel goed uit voor zo vroeg. Het is namelijk 8:15 en ik ben onderweg naar het soort van ziekenhuis. Het is een polykliniek voor een suikerglucose test, want dat moet je doen als je zwanger bent tegenwoordig. Ik kan me niet herinneren dat ik dat bij jullie heb gedaan. Dus ik heb, even kijken, 12 uur niks gegeten, niks gedronken. Ik heb zo erg honger en dan moet er zo bloed worden afgenomen. En dan krijg ik een heel zoet drankje en dan wordt na een uur mijn suiker getest en na 2 uur mijn suiker getest. Dus ik zit daar wel even. En Eddie moet heel even mee, want ik ben echt een meat in dit soort dingen. Maar ik heb gelukkig genoeg kijkvoer. Kardashian staat online deze ochtend en Handmaiden's Tale. Dus ik vermaak me in principe wel. Maar dit soort dingen, ik vind dat nooit leuk. Het is wel echt een super mooie dag. En het wordt gewoon vandaag 23 graden. Lekker man. 23 graden. Thank you.
bijzondere dag vandaag, want ik ben in mijn derde trimester. Yay! We made it, baby girl. Ik ben met Koopje en Eddie even in de stad. We zijn even alle spulletjes aan het klaarzetten voor de pop-up morgen. Ik ga alleen niet mee, helaas. Ik wilde heel graag mee. Maar lichamelijk trek ik dat gewoon niet de hele dag in Amsterdam. Het is druk daar, vakantie. Dus nee, ik heb besloten om gewoon thuis te blijven. Maar Eddie en ik hebben vanochtend wel even heerlijk ontbeten en even gewandeld. En we gaan zo nog even met Kobe wandelen, want het is super warm. Dus even een lekker dagje. Maar lichamelijk ben ik wel echt... Net een doos getild en ik heb gelijk heel erg buikpijn. Dus ik ben nog zo benieuwd wat is Londen volgende week. Maar we gaan het zien. Goedemorgen, weer vanuit de auto. Het is vandaag maandag. Hoeveel? 31 oktober. Yes. Het is gewoon alweer bijna november. Sick hoe snel de tijd gaat. Wij zijn onderweg naar Cushion. Het is altijd maandag als vrijdag. Dus Eddie had heel erg zin in een tosti van Cushion. En ik kan altijd Cushion gebruiken. En we gaan even naar Baby Park. En het afgelopen weekend had Eddie de pop-up. We gaan naar de Baby Park. Om babyspullen te kopen. Hij loopt altijd er doorheen. Ja. Maar Eddie die was in Amsterdam het hele weekend bij een pop-up. En for some reason heb ik hem zo erg gemist. Dus ik ben echt zo blij dat hij terug is. Wat heb jij? Beter vind ik van die andere doos. Ja, dat is beter dan die grote. Kijk, en dan kan je over de stenen en over de... Oh, ik moet over de gaf. Lukt dat? Goed zo, jongen. Oh, nee. Er is nog één. Hoog. Goed hoor. Oh, nu komt de moeilijke. Wij hebben gewonnen. Kijk even. Ja, nu moet je hem halen. Het is wel schattig. Ik ben het boekje. Goedemiddag, het is vandaag donderdag alweer. Ik heb net heel even gemediteerd. Ik probeer dat echt iedere dag te doen. Vooral voor haar. Ze gaat dan altijd helemaal tekeer. Het is gewoon even ons bonding momentje. Ik had ook een podcast geluisterd vandaag. En ik merkte dat die me heel erg triggerde. Ik merk sowieso dat van alles me heel erg triggert. Afgelopen week. Maar ik denk dat dat komt door die Mars retrograde. Ik weet niet hoe ik het zeg. Ik kan ook niet helemaal volledig uitleggen wat het is. Ik weet in ieder geval wel dat het heel veel doet met onze emoties. En ik weet dat ik niet daar alleen last van heb. Maar ook mijn vriendinnen hebben daar last van. Last van in relaties. En niet per se slecht van last van. Want ik merk juist dat ik... juist veel meer diepe connecties heb in mijn relaties met vriendinnen en met Eddie. Maar ik hoor ook veel verhalen om me heen van mensen die juist weer moeite hebben in hun relaties de afgelopen week slash weekend. Maar ik ben wel veel meer emotioneel, veel meer in mijn emoties. En ik had net een podcast geluisterd van Mama en.
mama een. Ik zou de link ook even onder in de beschrijving zetten. Mocht je zwanger zijn, is het echt een hele fijne podcast van Nina Pierson. Zij is ook gewoon heel fijn om naar te luisteren. Maar het ging over de kraamweek. En ik heb mijn kraamweek bij Juda echt heel naar ervaren. Dat ik nu soms zo erg stress al om de kraamweek. Dat ik bijna meer bezig ben met hoe ik het moet gaan doen in de kraamweek dan de bevalling zelf. En dit was dan een podcast erover. En dat was wel heel fijn, want het gaf me eigenlijk juist bevestiging van dat rust nemen heel belangrijk is. En dat je goed je grenzen moet aangeven, goed voor jezelf moet zorgen. En dat was bij Juda gewoon niet zo toen ik net van hem was bevallen. Mijn moeder was bij de bevalling. De ouders van Eddie die kwamen gelijk in het ziekenhuis. Toen kwam ik thuis. Toen zat gelijk al de hele woonkamer vol. De hele week is het zo freaking druk geweest. Mensen die onaangekondigd langskwamen. Iedereen die verwacht je kind vast te houden. En dat zijn allemaal dingen die dus blijkbaar gewoon niet normaal zijn. En het is wel fijn dat ik dat nu heb meegemaakt. Omdat ik nu weet beter mijn grenzen aan te geven. Dus Eddie en ik hebben ook een afspraak dat we de eerste week bijvoorbeeld geen kraamvisite doen. We waarschijnlijk ook niet eens mensen vertellen dat ik aan het bevallen ben. Meer gewoon omdat ik dat echt even in alle rust met z'n tweeën wil doen. En dat we denk ik als vrouwen minder een beeld moeten creëren van dat je gelijk al van alles moet gaan doen als je net bent bevallen. Want ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je kan doen als je net bent bevallen is gewoon in bed liggen en gewoon rusten en rust nemen. En dat iedereen daar ook gewoon respect voor heeft. Dus that hit me hard, merk ik nu. Dus vandaar dat ik heel eventjes moest gaan liggen. Heel even er goed over na moest denken. Nou, wel fijn dat ik dus zo'n bevestiging heb gekregen via zo'n podcast. Dat de dingen die ik nu wil, dat het heel normaal is. En ik heb de foto's van Joy binnen. Ik had vorige week een fotoshoot met Joy Berdina. En ze zijn zo mooi geworden. Kan je het zien? Nee, ik zal ze nog allemaal posten op Instagram. Volg me dus ook op Instagram. En ik ben gisteren even wezen content shooten met May in Arnhem. Gewoon in de stad. En ook met haar heb ik zo'n intens goed gesprek gehad gisteren in de Burger King. We waren gewoon aan het kletsen. En wij zijn niet heel lang vriendinnen. We kennen elkaar pas 1,5 jaar. Dat is heel raar gegaan. Of raar. Heel toevallig gegaan. May is ook net een paar jaar ouder dan dat ik ben. En ondanks dat we allebei uit Arnhem komen, ook uit Arnhem-Zuid. Door het leeftijdsverschil hebben we net langs elkaar geleefd. Maar we kennen wel heel veel dezelfde mensen en zo. En dat was gewoon zo toevallig waar in welke levensfases we zaten. En waar we elkaar hebben tegen kunnen komen en waar niet. En wie we allemaal kenden. En we zijn vriendinnen geworden doordat zij mij gewoon een keer een berichtje heeft gestuurd op Instagram. Of ik koffie wil drinken. En dat heb ik toen gedaan, wat ik eigenlijk normaal nooit doe. En sindsdien is het gewoon super nice. Dus ik ben super blij dat ik zo'n vriendin heb. En ze is ook mama, dus dat is ook wel fijn. En ook de connectie met mijn andere vriendinnen is op dit moment gewoon best wel sterk weer aan het worden. Je hebt soms ups en downs in relaties. Ik ook. Ik merk ook dat ik hele hoge ups en downs heb. Maar dat komt omdat ik natuurlijk lichamelijk echt niet mezelf ben. Dit ook helemaal niet ken. Ik heb heel veel pijn aan mijn bekken. Ik heb een verzakking. Ik heb heel erg last van maagzuur. Ik kan niet langer dan een uur lopen. Waardoor ik mentaal ook merk dat het soms heel moeilijk is. Dat ik mezelf heel erg afsluit van de buitenwereld. Omdat ik mensen daar niet mee wil belasten. Dus ik heb me de afgelopen maanden gewoon heel erg afgesloten. Heel erg in een bubbel thuis gezeten. En ik ben nu blij dat ik eindelijk weer een beetje sociaal aanwezig ben. Dus weer contacten op aan het zoeken ben. En ik kan ook niet wachten tot de baby shower. Want dan zie ik alle meiden weer een keer bij elkaar. We gaan weer even lekker kletsen. Ik heb ook gezegd, ik wil liever een soort van bachelorette party dan een baby shower. Meer gewoon omdat ik het zo leuk vind dat ik met z'n allemaal ben. So, that's my life right now. En ik wil echt niet iedere vlog gaan zeuren over alle kwaaltjes en dingetjes. Maar ik merk gewoon wel echt dat ik het echt heel zwaar heb gehad. / heb deze zwangerschap.
dat ook een valkuil is, omdat je dus... Nou, wij waren bijna 2 jaar bezig met zwanger worden. En dan ben je het zo aan het verbloemen in je hoofd en zo mooi aan het maken. En dan ben je eenmaal zwanger en dan ben je eerst de eerste 3 maanden heel ziek. En dat het door al die dingen wordt het soms heel lastig om ervan te genieten. Terwijl je juist zo graag wil genieten van je zwangerschap. En omdat je dan zo gaat forceren, lukt het weer niet. En dan word je weer kwaad op jezelf. En dan komen weer de hormonen. En dan is Mars retrograde. En dan zit ik helemaal in mijn hoofd gewoon zwaar in de knoop. Now I'm fine, I'm good. Ik merk dat ik gewoon echt rust neem. En niet meer mezelf forceer om dingen te doen die ik niet meer kan. Ik heb een schoonmaakster. Fucking blij mee. Die is gisteren geweest. Die heeft alles schoongemaakt. En ik hoef het gewoon niet meer te doen. Ik werk gewoon veel. Ik deed sowieso al deze hele zwangerschap. Maar ik werk gewoon echt wel veel vanuit huis. Ik ga ook niet meer dingen sjouwen, tillen. Eddie die helpt gelukkig super goed mee. Ik ga nu uit die negatieve spiraal. En ik ga me meer focussen op de positieve dingen. Wat ook super leuk is. Wij gaan morgen naar Londen. Ik heb mijn fit to fly check. Dus ik mag vliegen. En dan gaan we even op Baby Moon, Eddie en ik. Dus vandaar dat ik dit vlog nu afsluit. Zodat dat volgende week of in de vlog van over 2 weken komt. En dat wordt natuurlijk een super leuke vlog. Want dat is en Londen en de baby shower. Dus dan hoor je mij niet klagen als het goed is. Maar ik moet nog even inpakken dingetjes doen. Dus vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je over 2 weken weer.